Welkom bij een nieuwe aflevering van ATV COVID-19 Update. In dit programma brengen wij u inzichten, informatie en vooral updates over de COVID-19-pandemie die Suriname ook in zijn greep houdt. Als we kijken naar de recente statistieken op de website www.covid19.sr, dan lezen wij dat er 10 personen positief zijn getest op COVID-19, 7 zijn inmiddels genezen. 1 persoon is helaas overleden en momenteel zijn 280 personen in quarantaine. Vandaag is onze gast minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Nou, met haar gaan we praten over hoe zij omgaat met de COVID-19-pandemie en wat zijn de plannen voor onderwijs in deze periode. Minister, welkom in de studio van ATV. Dankjewel. Hoe gaat het met u? Het gaat prima. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen, ja. Oké, we beginnen gelijk met de eerste vraag. Hoe gaat u persoonlijk om met de COVID-19-pandemie? Het is van dag tot dag nagaan wat de ontwikkelingen zijn. Het is voor de hele wereld nieuw, ook voor Suriname. En de situatie kan van dag tot dag veranderen. Dus het is heel belangrijk dat je eigenlijk heel goed afgestemd bent op de veranderingen. En het ministerie van Volksgezondheid is in januari begonnen. Wij als ministers zijn al in februari begonnen. Dus om voorbereidingen, om na te gaan, wat zouden we kunnen doen? Dus ja. Toen het eerste geval bekend was in Suriname, toen was het direct gaan uitvoeren. Direct gaan uitvoeren. Wat ging als eerst bij u om toen u het bericht hoorde dat er 1 persoon positief getest was? All hands on deck. Ja. En gelijk extra aanpakken dus. Precies. Okay. En dat het zo vergaande gevolgen zou hebben, dat denk ik nog niet tot je door. Maar naarmate je mee bezig bent, dan zie je met hoeveel dingen je rekening moet houden. Ja. En dat is, dat is nogmaals, het is dag en nacht werken. Ja. Heeft u uw werksituatie moeten aanpassen? Helemaal. Helemaal. Het is net wat ik zeg, het is dag en nacht werken. Het is, nogmaals, het positieve is hele goede afstemming. Ook binnen de regering, met de deskundigen. En dan binnen je ministerie zoveel mogelijk maatregelen nemen dat de belangrijkste zaken toch door kunnen gaan. Ja. En dan natuurlijk de kinderen, wat doe je? Ja. Oké, beslissing is, we sluiten de scholen. Maar wat doe je dan in tussentijd? Oké, we hadden een beetje, laat maar zeggen, geluk dat de paasvakantie een beetje geschoven kon worden. Dus we hadden 2 weken voor de paasvakantie. Ja, we hebben wat tijd kunnen winnen, maar het was niet makkelijk. Nee, wat was de eerste aanpassing? De eerste maatregel die getroffen werd? Voor de scholen? Ja, vanuit het ministerie. De scholen sluiten. Dat was de belangrijkste maatregel. Okay. Ja. Want we waren eigenlijk in die voorbereiding bezig met, nogmaals, de regels toch? Handen wassen, hygiëne. En hoe ga je dat doen? De situatie is per gebied eigenlijk verschillend. Er is niet overal goed sanitair of de watervoorziening. Dus we keken eerst daarnaar. Maar toen de scholen gesloten waren, toen kwam een nieuwe uitdaging van ja, wat moeten de kinderen dan? En toen waren we nog steeds bezig, na de paasvakantie als de scholen weer open gaan. Maar net wat ik zeg, per dag verandert het. Ja. Dus op een gegeven moment denkt het tot je door de scholen kunnen nog helemaal niet open gaan. Wat dan? Ja, precies. Wat doet het ministerie om de scholen toch te voorzien van onderwijs? De kinderen toch te voorzien van onderwijs? Wat we dus ready hadden, en dat zouden we dus sowieso dit jaar introduceren, dat is het streamonderwijs, waar we nu ook begonnen zijn met de uitzendingen. En stream staat voor Science, Technology, Engineering en Math. STEM, dat is wat de hele regio doet. Wij hebben daaraan toegevoegd die R voor reading, lezen, omdat dat heel erg belangrijk is. En die A voor arts, omdat Suriname is zo creatief. Dus we kunnen een heleboel op een andere manier. Die som kan je op een hele andere manier uitleggen, weet je? Dus
We hebben gelijk gebruik gemaakt om zoveel mogelijk deze nieuwe benadering ook te introduceren. Mm-hmm. Maar ja, dan zit je, Suriname, we moeten toch echt veel meer doen aan dataverzameling. Ik weet bijvoorbeeld nationaal waar de scholen zijn, waar zijn de FIBO-scholen, waar zijn onze scholen, welk niveau scholen. Maar ja, dan weet ik niet hoeveel kinderen er zitten, die informatie moet je opvragen. Maar wat is het bereik? Hè? Dus wij hebben mooi ook afspraken gemaakt met TV Binnenland bijvoorbeeld. Ja, en dan ben ik bezig met een leerkracht in Moitaki die niet naar de stad is. En dan zegt ze, ja, maar de televisie gaat hier pas om 7:00 aan, want dan gaat die generator aan. Dat soort dingen denk je helemaal niet. Dus het is echt continu aanpassen. Meer weten van waar is het bereik. Je krijgt klachten van dorpen waar de mast het niet doet. Nogmaals, alle ondersteunende diensten, moet ik zeggen, prima, directe ondersteuning. Mm-hmm. Galibi bijvoorbeeld. Galibi zat op een gegeven moment zonder elektriciteit, zonder water. Het was echt maar één appje en de volgende dag was het verholpen. Donderskamp Cornelis Conde, die mast was niet goed. Volgende dag was het verholpen. Dus voor ons is het erg belangrijk, geef ons die feedback. Ga niet klagen, ik kan niet bereiken. Ja. Want wij proberen echt oplossingsgericht te werken. Maar als we die omstandigheden niet kennen, dan kunnen we het ook niet doen. Dus dat is nogmaals, dat we als één samenwerken, dat is voor mij geloof ik echt een hele goede ervaring. Mm-hmm. Dat je op de ander terug kan vallen. Ook wat betreft de uitzendingen. We zijn begonnen met een paar, maar er zijn steeds meer televisiestations die aanbieden van ja, je mag bij ons ook gratis uitzenden. Ja. Nou, dat is geweldig. Oké, los van de kinderen die geen tv, computer of smartphone thuis hebben, zullen kinderen opgevangen worden die begeleiding thuis niet hebben? Want ik neem aan, als ik het kijk van mijn kant uit, die kinderen hebben toch nog die begeleiding nodig om de lessen te volgen, om de instructies te volgen. Wat zal met die kinderen gebeuren? Ja, we zijn dus nu bezig met het, laat me zo zeggen, de eerste ding was, wat zouden ze moeten behandelen dit laatste kwartaal? Mm-hmm. Toen hebben we gekeken wat is al behandeld, er zijn ook al cijfers bekend. We willen eigenlijk zoveel mogelijk de kinderen laten doorstromen, want dit is niet de kinderen hun fout. Oh ja. Dus laat de kinderen doorstromen. Ik praat ook niet over cijfers en overgaan. Nee, dit zijn de belangrijkste dingen van dit niveau, dit schoolniveau, die ze moeten kennen. Als ze dat onder de knie hebben, we gaan ze nu voorlopig zoveel mogelijk laten doorstromen. En de kinderen die wat zwakker zijn, en dat kunnen we ook zien aan de hand van de cijfers, die krijgen extra ondersteuning, extra lespakketten, zodat ze een inhaalslag kunnen maken. Verder hebben we gekeken. En dat is dus het komend schooljaar? Nee, dat is nu. Nu nog steeds, nu, oké. Nu. Ja. Dan hebben we gekeken van, welke ballast kan eruit? Want er is nog heel veel ballast in onze oude curricula. Ja? Ja. Romeinse cijfers. Ja. Kan jij dat nog? Jawel. Ja. Ja, klopt. Maar waarvoor gebruiken we ze? Begrijp je? Ja. Dus laten we nou even kijken, wat moeten kinderen echt kennen? Hoe vaak gebruiken we ze? Wat moeten kinderen echt kennen? En laten we daarop focussen. En daarom zijn de eerste programma's ook echt gefocust op Nederlands en talen en rekenen. Mm-hmm. Die functies. Ook de andere dingen moeten ze wel weten. En daar wordt voor de kinderen die dus niet bereikt worden via de tv, zijn we bezig met lespakketten. Dat is weer een ander programma, want je moet alle schoolleiders en de leerkrachten aan het werk zetten. Ja, maar er is geen openbaar vervoer, dus dan zit je daar weer mee. Dus, en we hebben een kleine enquête gedaan over hoe digitaal zijn onze leerkrachten. Nou, dat viel ook al behoorlijk tegen. Dus we hebben nu eigenlijk drie programma's. Eén met focus op de leerlingen. Wat willen we via de tv aan de leerlingen meedelen? Maar ook één met focus op de leerkrachten. Wat moeten de leerkrachten weten?
Ik denk dat de meesten wel weten van social media. Ja. Maar WhatsApp en dat je WhatsApp, dat niet iedereen je kan bellen anytime, al dat soort dingen. Dus hebben we ook daar een instructie voor. Maar ook, hoe ga je om met Zoom of Moodle? Want de particuliere scholen, die zijn allemaal bezig via Zoom. Ja, ja, de hele klas en de juf. Dus wij kijken welke technische informatie hebben de leerkrachten nu nodig, zodat zij ook, laat maar zeggen, het bereik naar hun kinderen, klassikaal, ook kunnen gaan uitvoeren. De Fibo-scholen zijn ook al veel met Zoom bezig. Dus nogmaals, weet je, die digitale wereld is zo uitgebreid. Ik sta er zelf van te kijken, want we hebben zoveel geleerd. En er zijn zoveel mensen al bezig. Dus ja, maak er gebruik van. We hebben iedereen bij elkaar gebracht en kijken voor wat is de beste optie voor welk gebied. Okay. Iedereen blijft vragen het binnenland. En ik ben er eigenlijk steeds mee bezig. Het binnenland moet helemaal anders. Binnenland, niet alleen het onderwijs. Kijk, het is vakantie, dus heel veel leerkrachten die zijn nu in de stad. Dat heeft tot gevolg dat we bepaalde informatie die dan op school is blijven liggen, niet direct voorhanden hebben. Maar aan de andere kant, want we willen voor de kinderen in het binnenland aparte filmpjes maken. Ja. Zelfde stof, maar dan ook toegevoegd een leerkracht die de taal kent, trio, ja. Sarah Makaans, die dat direct ook uitlegt. En we zijn dat nu aan het voorbereiden. Okay. Zodat die kinderen daar, en we krijgen ook, ik mag het eigenlijk nog niet zeggen, maar meneer Joachim is al terug. Maar we krijgen dus tablets voor die groep. Okay. Dus we gaan dat van tevoren opnemen. De kinderen krijgen de tablet. Ze zien dan de beelden, maar de juf die de taal spreekt, ligt dan de stof die op de tablet is toe. Ja. En wat we dan willen is inderdaad voor die kinderen een echt extra inhaalslag maken. Maar nogmaals, Nederlands als instructietaal is eigenlijk dat je onderwijs krijgt in een vreemde taal. Ja. Dus daar moeten we echt rekening mee houden. Dus al die, laat maar zeggen, ja, pijnpunten van het onderwijs binnenland, waardoor de kinderen daar sowieso al achtergesteld zijn, die proberen we nu door deze digitale aanpak op te vangen en te corrigeren en te verbeteren. Okay. Dat is een beetje de aanpak. Maar, lieve mensen, het vraagt tijd. Want het bereik is verschillend. Ik heb nu 5 dorpen waar er helemaal geen bereik is. Dus dan moet je daar weer naar gaan kijken van, oké, hoe ga ik dat doen? En de verschillende talen en wie is dan het meest geschikt om die stof te brengen. En er moet dus ook wel uniformiteit zijn, want de kinderen moeten wel op hetzelfde niveau komen. Ja. Dus al dat soort dingen. Dus ja, ik krijg heel veel appjes van, hebt u daaraan gedacht en hebt u daaraan gedacht? Maar het is niet zo makkelijk. En hoe gaat u om daarmee? Nee, ik ga daar heel positief mee om, want ik ben juist blij. Okay. Ik ben juist blij als mensen me laten weten van, dit gaat verkeerd, zo moet het. Ja, precies. Ja, okay. En heb je hier aan gedacht? En ja, maar nogmaals, anders weet ik het niet. Suriname is groot. Ja. Suriname is heel divers. Elk gebied heeft vaak eigenlijk een andere aanpak. Ja. Dus ook naar de ouders toe, want dat is de derde groep waar we nu op focussen. Wij hebben in het begin gezegd, ja, ouders, stimuleer je kinderen en zorg dat je je kinderen bijstaat. Maar hoeveel ouders zijn nu echt bekend met de digitale wereld? Ja. Dus we hebben ook speciaal voor de ouders, gaan we nu bezig, ook een programmaatje voor te bereiden. Waar we richten op onze ouders. Van, dit is wat we van jullie verwachten. Ja. En dus niet alleen de hygiëne, maar ook als je kind bijstaat. Bekijk dit zo en als je vragen hebt op dit uurtje of op deze manier, kan je die vragen stellen. Ja. We zijn ook bezig met een crisisnummer, maar we kijken nu even naar de bemensing, zodat net als bij BOG, dat de ouders kunnen bellen naar een nummer en dat er dan antwoord wordt gegeven op bepaalde vragen. Okay. Dus we zijn heel hard bezig. Okay. Dus het schooljaar is nog te redden?
Ja, nogmaals, ik praat niet over schooljaar. Ik zeg zoveel mogelijk kinderen door laten stomen. Kinderen laten blijven zitten op een fractie van punten of een vijf te veel, dat is nooit mee. Daar sta ik eigenlijk nooit achter. Ja. Want het is een momentopname. We weten niet wat kinderen in die thuissituatie meemaken, waardoor ze die dag die repetitie niet goed maken en om ze daardoor een heel jaar te laten. Dat soort dingen. We willen ook veel meer gericht naar competentiegericht onderwijs. We willen dat kinderen dingen begrijpen. Als ik nu een les maak over COVID-19, dan moet ik kunnen toetsen. Niet dat het kind een paar dingen uit het hoofd heeft geleerd. Nee, maar heb je nou echt begrepen waar het om gaat? Waarom we zeggen, je moet thuis blijven. Ja. Of je mag je oma geen brassa geven. Ja. Begrijp je? Dat zijn de dingen. En als het kind me dan een goed antwoord kan geven, dan heeft het kind het begrepen. He? Maar niet als dat kind me dat rijtje opzegt, wat wij dus nu elke dag aangeven. Doen, ja. Handen goed wassen en desinfecteren en distance van 1,5 meter. Maar waarom moeten we dat nou allemaal doen? Mm-hmm. En als je dat vraagt, en dat is een inzichtvraag, weet het kind dat dan wel. Begrijp je? Ja. Dus we gaan ook veel meer over, en dat is worldwide, van kennis. Ons onderwijs is tot nu toe grotendeels gericht op kennis. He, daarom oefenen mensen examens om een toets te doen. Maar worldwide is het onderwijs niet alleen gericht op kennis, maar vooral op je sociaal-emotionele leren. Wie ben je als persoon? Hoe sterk ben je? Ja. Hoe kan je omgaan in crisissituaties? Hoe innovatief ben je? Hoe probleemoplossend ben je? Hoe kan je communiceren? Dat zijn nu de vaardigheden die gevraagd worden van de mensen in deze wereld. Dus moet ons onderwijs ook anders gaan. Yes. Heeft u enig idee wanneer de scholen open zullen gaan? Nee. Ik heb al gezegd, de situatie verandert van dag tot dag. Als je inderdaad, en we hebben een fantastisch crisis management team per presidentieel besluit, resolutie ingesteld. Dat zijn deskundigen. En wij van de regering hebben afgesproken, we varen op kompas van dat crisis management. Okay. En als je ook volgt wat de PAHO zegt, staan wij eigenlijk nu pas aan het begin. Dus ik kan dat niet zeggen. Maar wat ik wel wil zeggen, we hebben internationaal, werken we ook heel veel samen. We hebben afgelopen vrijdag een UNESCO-meeting gehad met alle landen uit de regio. Geen enkel land. Alle scholen zijn dicht. Alle examens zijn verschoven. Hele regio. Okay. Kijk, wij in Suriname, we houden ervan om te kijken naar Nederland. Maar ik zeg elke dag, Suriname is geen Nederland. Dus als in Nederland Rutte wil bekendmaken, de scholen gaan open, God bless him. Maar Suriname is een hele andere situatie. Okay. Alles is hier anders. En ik kijk naar, wat doet de regio? Regio, nogmaals, alles is lockdown. Curaçao is total lockdown. Ja, je mag niet eens op straat. Dus wij zijn nog behoorlijk, geven de mensen nog wat ruimte. Maar ik ga niet als enige land in de regio de scholen open doen. Okay. Want onze leefsituatie is heel anders. He? Ik bedoel, hoeveel kinderen wonen niet met oma en avo en samen? En nogmaals, kinderen lopen het virus niet zo makkelijk op. Maar ze kunnen het wel overdragen. Yes. En dat moeten we niet vergeten. En als oma daar is en ze moet op de kinderen letten. En kinderen komen thuis en ze zijn spontaan. Begrijp je? Ja. En nogmaals, de grootste uitdaging, want dat is de dreiging, is om die community spreading te voorkomen. En dat moet de mensen geloven het niet. Dat moet men echt begrijpen. En nogmaals, omdat we weten dat kinderen het wel kunnen overdragen, moeten ze, en we kennen onze huissituatie, echt waar. Hè? Ik ken echt mensen die met meer dan 12 en 15 in een kleine woning zitten.
Begrijp je wat er dan gebeurt als die kinderen dan wel naar school moeten gaan? Dus wat er allemaal gaat gebeuren. Wat er allemaal kan gebeuren. Ja. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap. Oké, tot slot. Hoe blijft u gemotiveerd in deze periode? Nou, mijn grootste motivatie, ik ben een probleemoplossend mens. Eén, wij krijgen ontzettend veel ondersteuning vanuit het buitenland. He, dus ja, we hebben gehad digitale, dus online conferences met World Bank, met UNESCO, met IDB, met UNICEF. Nu ook met Islamic Development Bank. En dan krijg je zoveel updated informatie. Je weet, ik ben iemand, long life learning. Dus ja, en dan krijg ik allerlei sites van wat Guyana bijvoorbeeld heeft gedaan met de University van Cambridge. Die hebben heel ding ontwikkeld. Dan zie ik 2020. I love that, ik studeer. En dus voor mij is dat de motivatie. Verder, inderdaad, eigenlijk je land per gebied, per omstandigheid nog beter leren kennen. Wat speelt zich daar? Hoe kan ik specifiek, ik was bezig met Calibi bijvoorbeeld, specifiek voor die groep inderdaad die informatie gaan verspreiden. Dus ja, en die samenwerking die we hebben, ook nogmaals met het team, maar ook als regering samen, dat zijn voor mij hele positieve dingen. En ik zie echt COVID-19, deze situatie, als een opportunity om sprongen vooruit te gaan. Want het wordt niet meer als vroeger. Yes. Dus als wij afstandsonderwijs goed op lijn kunnen krijgen met de pakketten. Ik heb nu ook voorgesteld, hè, in plaats van elk jaar boeken drukken, laten we de hele dingen laten digitaliseren. Weet je, daar zijn we, met dat soort dingen zijn we bezig. Sprongen vooruit. Dan gaat het wel lukken. Dat lukt, ja, dat lukt. Want, ja. Positief blijven en natuurlijk je motivatie zelf opzoeken. Yes, oh, yes, okay. Yes. Bedankt voor uw komst naar de studio. Graag gedaan. Veel informatie. Ik denk dat dit gesprek langer moet duren, maar jammer genoeg zijn we aan het einde gekomen. Hij heeft het gehoord van minister Lilian Ferrier en ze geeft ook gewoon eerlijk toe dat ze niet weet wanneer de scholen open zullen gaan. We zijn aan het einde gekomen van ATV COVID-19 Update en ik wens u een veilige dag verder. Tot de volgende aflevering.